In de laatste speelronde van de najaarscompetitie ontvangt PSV onder 17 op de hertgang de leeftijdsgenoten van Ajax. En hoewel er niets meer op het spel staat, PSV was in december immers al niet meer te achterhalen en pakte dus het kampioenschap. En Ajax staat momenteel vierde. Toch blijven wedstrijden tussen PSV en Ajax altijd iets speciaals hebben. En PSV begon ijzersterk aan de ontmoeting met de Amsterdammers. Dit is Reda El Meliani. Die zoekt Simons, die probeert die bal op artistieke wijze binnen te tikken. Hij wordt nog teruggelegd door Bars. Maar de eerste kans is voor PSV. Voor deze Simons, die zijn maatje in de spits, Milan van der Riet, mist. Samen goed voor 33 goals, maar Van der Riet zit niet bij de wedstrijdselectie. Dit is opnieuw Simons. Het zoeken is naar Bars, die draait keurig weg. Legt die bal terug op Simons. En dan bij de tweede paal krijgt Elvik Jager nog de kans om die bal binnen te tikken. Maar hij komt een teenlengte tekort, deze Elvik Jager. Het is voor PSV pas het eerste officiële duel in 2022. Ajax werkte er al 3 af. Het won er daarvan 2 en speelde gelijk uit bij Heerenveen. Simons hier, die bal mooi vrij maakt. Opnieuw Bars. Die dribbelt de 16 in, geeft die bal terug op Simons. En daar dan eindelijk de bevrijdende 1-0 voor PSV. De meer dan verdiende 1-0 voorsprong. Door Jevon Simons, hij met zijn 17e van dit seizoen. Maakt die bal keurig vrij tussen 3 spelers van Ajax. Houdt het overzicht. Bars die rustig het 16 meter gebied in kan dribbelen. Simons vindt en hij drukt droog af met de linker. En deze Tommy Setford dus voor de eerste keer geklopt. Opslag van rust. Weer veel ruimte aan de rechterkant voor El Meliani. Simons. Die het spel verlegt naar de linkerkant. Geerts zoekt de 1-2 met Bars. Geerts met het schot. En een prachtige goal van deze Enzo Geerts. Die zo PSV onder 17 op slag van rust op een verdiende 2-0 voorsprong zet. Dit zijn beelden uit de tweede helft als Luc Nette is vervangen door Tijn Vergeld. En Kwaitaal El Meliani nog maar een keer wegstuurt. Die houdt het overzicht. Simons, die legt die bal af op Bars. Dan komt hij voor de voeten van Jager. En dan wil PSV het eigenlijk te mooi doen. Dan gaat deze kans dus verloren. Raap dan met de prachtige paas op El Meliani. Die zoekt zijn tegenstander Jansen op. Geeft die voorzet, die belandt op het dak van het doel. Tot 2 keer toe raakt hij de lat. En dus pech voor deze Reda El Meliani, die een prima wedstrijd speelde. Bars dan, want PSV bleef er onder aanvoering van hoofdtrainer Theo Lucius vol voor gaan. Het schot is van Bars. De redding van Setford, die bal net over weet te tikken. Die corner zou uiteindelijk niets opleveren. Jager. Simons. Knap die bal weer vrijgemaakt. Simons dan met de prachtige paas op invaller Simo Angana. Hij in de ploeg gekomen voor de geblesseerde Bars. En zijn schot in de korte hoek wordt naastgetikt door Setford. Maar opnieuw dus een goede kans voor PSV dat echt een overwicht had in deze wedstrijd. Ajax dan dat er sporadisch uit kon komen. Het schotje overgekeken door Tijn Smolenaars die bijna niet in actie hoefde te komen. Kwaitaal, Simons, Kwaitaal die bal weer meeneemt. Het overzicht van Kwaitaal, die ziet vanuit zijn ooghoek aan de linkerkant. Elvik Jager, die houdt de controle. Maar dan wordt die bal van de lijn gehaald door Jorel Hato. En eigenlijk had deze Elvik Jager wel een doelpunt verdiend in deze wedstrijd. En hij heeft dus geluk dat zijn verdedigers ook opletten. Opnieuw PSV met een vlijmscherpe counter. Opnieuw Jager. Het schot prachtig afgerond. Maar je hoort de teleurstelling. Want deze bal zou buitenspel zijn geweest. De laatste kans in de wedstrijd dan. En die is voor de Amsterdammers. Geerts wordt fel op de huid gezeten door invaller Wouten. Dan valt die bal voor de voeten van Reiziger. Maar de prima reflex van Tijn Smolenaars. En zo wint PSV onder 17 dus met 2-0 van Ajax. Boekt het de 11e overwinning in 14 wedstrijden. Speelde het 3 keer gelijk, verloren dus geen enkele keer. En is het de meer dan terechte najaarskampioen.